Goedendag. Ja, toch nog even kort terugblikken op het Noorderlicht dat zichtbaar was in de nacht van vrijdag op zaterdag. We kregen veel spectaculaire plaatjes binnen en ook ikzelf kon het zien vanuit de stad. Dus het was echt wel een unieke situatie en hopelijk heb jij er ook van kunnen genieten. Al moest je dan toch wel laat opblijven. Nou, dan naar het weer van vandaag. Echt wel zomers te noemen. Op sommige plaatsen gaan we die zomerse waarde van 25 graden ook weer halen. We hebben een flinke zonnige periode, maar in de loop van de middag gaan toch enkele stapelwolken ontstaan. En her en der gaan die ook uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Waarschijnlijk zal het echt wel een lokale aangelegenheid zijn, maar op sommige plaatsen is het toch even oppassen voor onweer, windstoten en wat kleine hagel. Op de weerkaart ziet het er dan als volgt uit. Een laagdrukgebied ten westen van Nederland. Een hoogdrukgebied juist ten oosten van ons. Met daartussenin die zuidelijke stroming. Waardoor dus ook die zachte en warme lucht, moet ik eigenlijk zeggen, wordt aangevoerd. Dat blijft ook nog steeds in stand. Ook op de dinsdag, dat waarschijnlijk de warmste dag. Met meer dan 25 graden op heel veel plaatsen. Maar daarna komt langzaamaan die wisselvalligheid er wel in. Als eerst in het zuiden van het land. Pas laat in het noordoosten. En waarschijnlijk op woensdag gaan we die verschillen ook wel zien in temperatuur en in weerbeeld. Tussen het noordoosten en het zuidwesten van het land. Uiteindelijk lijkt die wisselvalligheid overal echt wel te gaan intreden. Maar het noordoosten van het land heeft dus wel echt de beste papieren voor droog, zonnig en warm weer. Terwijl het zuidwesten waarschijnlijk al eerder met wisselvalligheid en wat koeler weer te maken gaat krijgen. Nou, het harmonieweermodel ziet er dan als volgt uit. Dat is het korte termijnweermodel. Daar zien we goed die buien terugval vanmiddag. Die trekken van zuidoost naar noordwest over het land. Vanavond wordt het uiteindelijk op heel veel plaatsen droog. Vannacht zijn er opklaringen. In de loop van de nacht en zeker dinsdag overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. En zien we opnieuw een opleving van die buiigheid. En dan zien we daarna ook heel goed die scheidingslijn tussen het noordoosten en het zuidwesten van het land. In het noordoosten woensdag nog opklaringen. Dan kunnen we opnieuw naar 25 graden gaan. Terwijl het zuidwesten die 20 graden niet gaat halen onder een wolkendek. En waarschijnlijk daar ook zo nu en dan wat regen. Dus we krijgen dan echt wel grote verschillen tussen het noordoosten en zuidwesten van het land. Nou, in de weersymbolen ziet dat er dan als volgt uit voor vandaag. Echt wel zomerse warmte. Zeker in het noordoosten en oosten van het land 25 of 26 graden. In het westen daar is het ietsje koeler. Steekt ook af en toe een zeewindje op en dan komen we dan niet aan die 20 graden. In de loop van de middag dus die toename van wisselvalligheid in de vorm van enkele regen- en onweersbuien die overtrekken. En bij dat alles staat er een matige wind uit de zuidelijke richtingen. Vanavond heeft met name de noordoostelijke helft nog met enkele buien te maken. Maar vanuit het zuiden wordt het ook alweer snel droog. En het blijft nog lang warm met 17 tot 19 graden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 of 14 graden. Zeker in de noordelijke helft zijn er uitgebreide opklaringen. De wind die begint langzaam iets te draaien naar oostelijke richtingen. Morgen dan waarschijnlijk de warmste dag van de week. Op heel veel plaatsen komen we boven de 25 graden uit. In het noordoosten en oosten gaan we zelfs richting 27 of lokaal 28 graden. De wind die neemt daarbij wel iets in kracht toe, wordt zuidoostelijk, is matig van kracht. En in de loop van de dag neemt vanuit het zuidoosten dus opnieuw die kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Waar die precies gaan vallen is nog wat onzeker. Er zijn enkele modellen die het berekenen over het midden van het land, maar andere modellen iets zuidwestelijker. Wat duidelijk lijkt is dat het noordoosten het waarschijnlijk dan echt wel droog gaat houden. Woensdag dus die grote verschillen tussen het noordoosten en zuidwesten van het land. In het noordoosten dan nog 25 graden. In het zuidwesten komen we nauwelijks aan de 20 graden. Met dan dus wel langzaamaan die toename aan wisselvalligheid. De dagen daarna langzaamaan een daling van de temperatuur. Maar op heel veel plaatsen nog steeds 20 graden. Toch moeten we dagelijks rekening houden met enkele buien die gaan overtrekken. Met name de zuidwestelijke helft opnieuw. Maar tussendoor zijn er dan ook echt wel droge momenten. Tot de volgende keer.